dames en heren, van harte goeiedag. Het is een Lucky D extra show. Het is vrijdag, het is 3:07. En in afwachting op de loting, wil ik bijna zeggen. Want het lijkt er maar op alsof 4 uur nog niet kan aanbreken. En we natuurlijk het voelt als een pre-loting show, hè? Weet ik. Dus de pre-loting show vandaag. En we hebben vandaag een exclusief interview met een van onze nacho-favorieten. We hebben straks in de studio Mienti Abena. Hij gaat ons alles vertellen over zijn ervaring tot nu toe bij Nacho. Een beetje over zijn carrière. En natuurlijk gaat hij praten over een aanstaande podcast waarbij er al 1 aflevering is en de volgende aflevering komt aanstaande maandag uit. En we gaan het erover hebben, maar hele, hele leuke gasten. Dus daar gaan we over praten met onze gast Mienti Abena. Shaluk, heb je iets toe te voegen? Nee, ik denk dat we straight to the point moeten zijn. We hebben een bijzondere gast in ons midden, dus let's introduce him. Nou, mag ik aan jullie introduceren onze 8-voudig international iemand, Zatapin Gidemafu, Mexico, een fantastische wedstrijd gespeeld, is kampioen geweest in Slowakije, speelt momenteel voor de kampioen van Hongarije, Ferenc Varos. Mag ik aan jullie introduceren onze nacho-verdediger Mienti Abena. Hallo Dion. Goeiedag, Mienti. Welkom bij de Lucky D Show. Er is een heleboel wat we met je willen bespreken, maar misschien het eerste waar we toch over moeten praten. Je bent een van de weinigen, niet de enige, maar een van de weinige profs die nu voor Suriname uitkomt, die ook in Suriname is geboren. Er staat overal dat je in Paramaribo bent geboren. Ben je daadwerkelijk ook in Paramaribo geboren? En wat kan je nog herinneren van de tijd in Suriname in je jeugd? Ja, ik ben daadwerkelijk in Paramaribo geboren. Het is Schemelpenning. En ik kan me nog heel verheugen. Ik ben naar de Oranje School gegaan. Samen met mijn broers. Ik ben naar de crèche geweest. Ik heb heel wat jaren daar gewoond. Ik ben ook in Mungo opgegroeid. Ik ben mijn tante gewoond. Dus ik ben vol bloed Surinaams. Ja. Ik ben naar de basisschool gegaan. Ik heb niet gevoetbald in Suriname, dat niet. Op mijn 10e ben ik naar Nederland gegaan en daar begon mijn voetbalcarrière. Op je 10e, dus heel veel voetballers, als je het nu ziet, vooral nu is de rage van ja, je moet op je 5e al een bal hebben geraakt, ja. En je moet al balbehendig zijn geweest. Hoe was dat voor jou? Bij mij was dat niet zo, ik was echt een laatbloeier. Ook, de weg naar FC Utrecht toe heb ik heel veel tegenslagen meegemaakt. Trainers die het niet in me zagen zitten, weet je. Afvallen bijna bij een amateurclub. Want bij Elinkwijk, ik speelde in de jeugd bij Elinkwijk. Dan heb je selectiedagen, dan zit je in de selectie. En dat was destijds in de C. Dus onder 15, onder 14. Maar aan het einde van het seizoen krijg je een telefoontje van de coach die vertelt van hey, je mag nog een jaartje in het selectie blijven of niet. Nou, ik kreeg een telefoontje en de trainer vertelde van hey, het ziet ernaar uit dat je wellicht moet kijken voor iets anders. Want wij wachten op een andere speler. Als die komt, moet jij weg. En ik zat thuis van Dus zo zal het eruit zien. Maar gelukkig, dat telefoontje kwam niet. En ik dat jaar daarna mocht ik me gewoon weer melden in de selectie. En van daaruit heb ik een jaartje daar gespeeld. Toen ging ik naar Utrecht. Dus alles is gewoon een beetje bergafwaarts, bergopwaarts gaan. Het was echt een moeizame, maar ja, leerzame weg. En ook bij Utrecht. Je bent vaker opgeroepen, heb daar vaker voor de hoofdmacht op de bank gezeten. Zeker. Maar die mogelijkheid kwam niet. Je kreeg toen wel de mogelijkheid bij Jong Utrecht. En ja, uiteindelijk kwam de Graafschap aan, precies, ja, aan de deur kloppen. Utrecht. Ik heb heel wat jaren bij Utrecht rondgelopen. In de belofte elftal heb ik 4 seizoenen rondgelopen. Ik zat altijd er net tegenaan, maar dat weer net niet. Erik ten Hag was onze trainer, daar heb ik heel veel van geleerd. Maar hij vond me nog niet ready genoeg om echt mijn debuut te maken. En ja, weet je, daarna kwam de Graafschap. En ik dacht bij mezelf, weet je, als ik ergens in een eerste elftal kan voetballen, dan moet het gewoon nu gebeuren. Dus ik heb besluit genomen om te gaan.
En van daaruit, ja, ik heb zelfs rechtsback gespeeld daar. In de Jupiler League. Een succesvol seizoen gehad. En we zijn toen gepromoveerd naar de Eredivisie. En van daaruit, ja, beland ik weer op de bank. Strijden, pikkelen, weet je. En een half jaar later, zeg maar, toen we in de Eredivisie speelden. Toen in de winterstop. Toen kwam Slowakije in één keer. Een trainer van Slowakije, in Slowakije, van Spartak Trnava, die zag me gewoon op YouTube. Die zag een paar filmpjes van mij op YouTube. En die zei, weet je wat, kom hierheen. Ik zei tegen mijn zaakwaarnemer, hé, je hoeft niks verder te regelen. Regel gewoon mijn ticket en ik ga gewoon. Ik heb expres mijn moeder niet gebeld die dag, want ik weet zeker, iemand zou vertellen van, hé, Jogo Drape, wat ga je daar doen? Dus ik heb niemand gebeld, pas op het vliegveld. Vlak voordat we weggingen, heb ik mijn moeder gebeld van, hé, mam, ik ga naar Slowakije. Wat doen jongens? Wat zeg ik? Wat doe Drape? Mama, ik ga mijn droom achterna, weet je. Toen hing ik op en pas toen ik was geland en in het stadion kwam, ging ik filmpjes opnemen en stuurde ik naar ze. En toen zei mijn moeder van, jongen, doe gewoon je ding, weet je. We zien wel wat eruit komt. En wat eruit kwam was echt supermooi, was prachtig. En een half jaar later werden we bekerkampioen. Ik schoot de winnende in de bekerfinale. En landskampioen kwam en ik speelde voor Slovan Bratislava 3,5 seizoen. Ik kon niet beter wensen, echt niet. Het was echt goed om te doen. Wat was het grootste verschil tussen voetbal in Slowakije en voetbal in Nederland? Ja, voor mij was het grootste verschil was, in Nederland was het veel ja, het praten, het tactische gedeelte, weet je, dat stoorde mij soms wel eens. Hier was het gewoon van, hey, ga het veld op, doe wat je moet doen en weet je, het zal wel goed komen. En ik voelde me veel vrijer, weet je, ik voelde me heel wat vrijer. Ik dacht bij mezelf, wist ik dit maar 5 jaar geleden, toen ik bij FC Utrecht aan het struggelen was in Jong. Wist ik dit maar die periode, dan had ik een hele andere besluit genomen. Oké, okay, Dion, voordat we doorgaan naar de vragen over Nacho, vanuit jouw kant. Ik ben eigenlijk dan, daar we eenmaal bezig zijn, we hebben Slow van gehad. Daar wil ik eigenlijk Ferenc Varos het verhaal afmaken. Hoe ging dat? Want ik heb je eigenlijk nooit meer gesproken over hoe de overstap is gegaan van Slow van naar Ferenc Varos. Kan je me daar wat over vertellen? Ja, kijk. Eigenlijk, mijn zaakwaarnemer was altijd al wel aan het pushen bij Ferenc Varos. Dus het was al een tijdje aan de gang. Ze waren al een tijdje met elkaar in gesprek. Maar ja, de sportdirecteur van Venezuela zei, ja, weet je, we kennen hem nog niet, weet je. We weten niet wat we ermee kunnen. Oké, okay, no span. En we kwamen nu uiteindelijk uit tegen Venezuela voor de kwalificatie voor de Champions League. En dat was gewoon een van mijn beste wedstrijden ooit gewoon, weet je. En echt, de wedstrijd was net afgelopen en mijn zaak wanneer we belden me direct van, hé, hey, weet je wie mij nu belt voor jou? Ik zei, vertel je. Hij zei, die kerel van de sportdirecteur van Venezuela wil jou nu hebben. En dat was voor mij een gevoel van, ja man, ik heb het toch wel laten zien gewoon. Want ze hadden altijd hun twijfels, wat begrijpelijk is, want weet je weet maar nooit. Maar dat ze belden om te zeggen van, hey, ja man, we weten zeker dat we hem willen, was voor mij echt een mission complete gewoon. Dus ja, en toen ging het over en weer van, hé, hey, we willen jou in de winterstop, we willen jou echt heel graag nu hebben. Gaat het lukken, ja of nee? In de voorbereiding wouden ze maar hebben, dus voor de winterstop, maar dat lukte niet. Want met Slovan hadden we ook nog kwalificaties voor natuurlijk de Europa League. En de trainer van Slovan, die wou me nog niet kwijt. Dus ja, ik heb met de trainer van Slovan afgesproken, weet je wat, laten we gewoon het half jaar gewoon goed afmaken en dan zien we wel in de winterstop. Nou, en die kerel van Venezuela, de sportdirecteur, zei van, ja, weet je, dan wachten we. Maar ja, zoals je in het voetbalwereld weet, wachten bij voetbalclubs gaat niet vaak, weet je. Dus ik was het al eigenlijk vergeten. Maar een paar weken voor de winterbreak belden ze weer van, hé, we willen je nu wel echt hebben. Toen dacht ik, ja, ik hoor daar gewoon thuis. Als iemand je zo graag bij hun wilt hebben, dan weet je, moet je gewoon naar overgeven.
Dus ja, toen ging het weer ja, heen en weer. Slovan wou eigenlijk mij niet laten gaan. Maar ik was gewoon vastberaden van nee, weet je, als ik die stap moet maken, dan is het gewoon nu. Ik kan niet nog een half jaar wachten. En voor ik het wist, zat ik in de auto richting Hongarije. Het is niet zo ver hier van Slowakije, het is 2 uurtjes. Ja, voor ik het wist, was ik daar in Hongarije en tekende ik mijn contract. En was ik een Venezuela speler. Dus het is allemaal heel snel gegaan. Als ik er weer aan terugdenk, maar het was het allemaal wel waard. Zeker. En Hongarije, ik bedoel, een van de grootste voetballanden van weleer. Net geen wereldkampioen geworden. Hebben een beetje een mindere periode gehad. Ik heb een vriend in Hongarije die zegt dat voetbal weer echt begint te leven. Hoe leeft voetbal in Hongarije op dit moment? Ja, zeker. Onze stadion is elke week weer gewoon uitverkocht, weet je. We speelden tegen Bayern Leverkusen in het nationale stadion. Het was helemaal uitverkocht. Echt gewoon, dit was een van mijn gekste wedstrijden die ik heb gespeeld tegen Bayern Leverkusen. Het was uitverkocht gewoon. En ook competitiewedstrijden is het gewoon standaard gewoon volle tribune. Dus we hebben echt fanatieke supporters die gewoon soms 4-5 uurtjes reizen om een wedstrijd van ons te komen kijken. Weet je? Dus het leeft wel heel erg hier. En dat merk je aan alles. Iedereen herkent je waar je ook heen gaat. Je ziet overal wel posters van spelers. Weet je, op tv ook, reclames. Ja, het leeft wel heel erg. Meer dan in Slowakije. Ik sprak je na de wedstrijd. Ik zei, boy, Mienti, een mega upgrade. Natuurlijk, zoals velen ben ik natuurlijk ook fan van je. Maar de upgrade tegen Mexico was significant. Is Slovan in vergelijking met Ferencváros, of Ferencváros in vergelijking met Slovan, ook een mega upgrade? Heb je zo goed ontwikkeld in de afgelopen periode? Ja, sowieso, weet je. Je merkt het aan alles wel. Aan de technische staf, aan de manier van, aan de spelers. Je merkt het aan alles. Dus je gaat zelf ook gewoon die stappen moeten maken om aan te haken. En de eerste paar weken, ik kwam, weet je wat het is, ik kwam net van een enkel operatie. Dat was ook de reden dat ik die keer daarvoor in Nederland niet met Surinaamse elftal ben meegegaan. Omdat ik mijn enkel was toen, die tijd was gewoon, het was gewoon niet stabiel. Dus ik moest wel een operatie doen. En ik kwam toen die tijd, zeg maar, moest ik aansluiten bij Ferencváros. En ik merkte al vanaf het begin. Ja, ik merkte al vanaf het begin van, hey, ik moet aanhaken. En dat was weer het gevoel wat ik nodig had. Wat ik eigenlijk al een lange tijd niet meer had bij Slovan. Dus nu wist ik van, ja, dit is een nieuwe uitdaging. Dit had ik nodig. Dus aan alles merkte ik wel van, hey, het is een level hoger, ja. Oké, ontzettend veel comments. Dus mensen, alsjeblieft, share deze feed, alsjeblieft. Het is geen normale uitzending, los van dat we een hele speciale gast hebben, maar het is op een dinsdag, een vrijdagmiddag, dus share vrijdag. Zoveel als mogelijk. Ik wil inderdaad even een shout-out geven hier, want is Ricciardo daar ook aan het meekijken. Big up voor meneer Haps, sowieso. En natuurlijk, toch ook een paar leuke opmerkingen, want dit zou je wel hebben ervaren, Mienti. Heel veel interesse of van Suriname fans, ook op Instagram, die mensen die berichten sturen voor na de wedstrijd. Hoe is dat? Hoe is je ervaring als je het vergelijkt? Want natuurlijk, je zit in een voetballand, de stadions zijn daar elke week vol. Is dat ook iets wat over de hele wereld dus ook... daar geldt dat mensen, fans, berichten voor je sturen? En versta je al die berichten als ze berichten voor je sturen? Of moet je af en toe een Google Translator bijpakken om nee, die berichten te verstaan? Wat zij doen, zij gebruiken Google Translate om berichten te sturen. Dus dan, als je de zinsopbouw ziet, dan weet je van, hey, nou, als maar die gebruikt Google Translate, joh. Dan zie je, het klopt niet helemaal. Maar ik vind het altijd wel tof. Soms lees ik wel eens berichten en dan denk ik, ja, en dan reageer ik ook wel eens. Zo ben ik ook wel, weet je. En dan,
ja, heb je even een snelle gesprek met elkaar, weet je. Dus ja, ik let daar altijd wel op. Over haps gesproken? Maar boy. Hoe hard heb je hem gemist? Met alle, natuurlijk haps? Niemand tekort te doen. Nee, niemand tekort. Respect voor iedereen, maar haps is haps. Dan heb ik al genoeg gezegd. Haps, ja. Respect voor hem met alles wat hij doet. Haps, big up! Gaan we voordat we naar Nacho gaan, we kort nog iets anders erin gooien? Ja, ik wil het over Nacho hebben. Ik kan me herinneren, de eerste keer dat we een interview deden, was toen je... Ja, toen ik pas kampioen was geworden bij Slovan Bratislava, ik vroeg aan Olu of hij een nummer voor me toe kon sturen. En we deden een interview en tijdens dat interview vroeg ik je eenmaal van Waka, zie je jezelf voor Suriname spelen? En we hebben daarover gesproken. Ik moet het interview ergens terug gaan zoeken, by the way. En gelijk na het interview stuurde je me app. Ze hebben me opgeroepen voor de nationale selectie. Dus kan je me alsjeblieft vertellen hoe dat gegaan is? Hoe heeft men je gevraagd om voor Suriname te spelen? Die in Goree. Dat was, ja, ik weet niet meer welke periode dat was. Maar ik kreeg in één keer een belletje. Ik zag een onbekend nummer, dus ik had de eerste keer niet opgenomen. Maar diegene bleef weer bij. Wat is dit? Dus ik nam op en zei, hey, hallo. Hij neemt me eindelijk een keertje op, Dien Goree. Ik zei, oh, mijn excuses. Hoe gaat het met u? Ja, gaat goed. Hoe is het met jou? Hij was heel vriendelijk. Vroeg eerst, we hadden het eigenlijk niet eens over waar het eigenlijk om ging. Hij vroeg hoe het met me ging, waar ik eigenlijk vandaan kom. Dus hij wou me eerst echt leren kennen, voordat hij echt met zijn vraag kwam. Dus dat, ik waardeerde dat. Ik zei ook aan het einde van het gesprek tegen hem. En toen zei hij, hey, ik wil... Hoe zie jij het om voor jouw land uit te komen? Ik zei, u hoeft dat niet eens te vragen, weet je. Er was toen zelfs een periode spelers zouden komen, maar het ging niet door. Toen zei ik, weet je wat, ik ben bereid om zelf gewoon mijn eigen ticket te betalen, om gewoon daar naartoe te komen, om gewoon die jongens te zien. Ik wil het ervaren, ik wil het meemaken. Ik was zo hongerig om naar Suriname te komen, om voor Suriname te spelen. Ik weet niet, we speelden toen een oefenwedstrijd volgens mij. Maar spelers vanuit Nederland, die kwamen niet meer. Nou, ik zei, maar ja, we kunnen echt niks vergoeden voor je. Ik zei, u hoeft echt niks te vergoeden. Jullie hoeven dat niet voor mij te doen. Ik bied het zelf aan om te komen. Uiteindelijk ging dat niet door, want ze bleven het met de nationale jongens doen. En een paar maanden later of een half jaar later, ja, toen was het wel zover. En toen kwamen we met z'n allen naar Suriname, wat echt legendarisch was. Gewoon... onvergetelijk, nog steeds. Salut. Ja, er zijn zoveel vragen. Het is sowieso, nu Haps reageert, wil daar iedereen er meteen natuurlijk op inspringen. Maar dat laten we voor een andere uitzending. Maar voor jou de vraag, want Ricciardo was er niet bij afgelopen wedstrijd tegen Mexico. En afgelopen wedstrijd tegen Mexico hebben jullie ook in een iets andere opstelling gespeeld. Je hebt eigenlijk naast Dion Malone gestaan. Een andere opstelling dan we normaal gewend zijn. Maar met alle respect voor Jiménez, jullie hebben Jiménez een beetje laten voelen als een amateurvoetballer. Want ja, het was voor ons, in elk geval iedereen die in het stadion was het onvoorstelbaar om te zien hoe een speler die in de Europa League furore maakt, alles scoort, eigenlijk geen echte kansen kon creëren tegen jullie. En ook zelfs een penalty heeft gemist. Ja, weet je, het was het collectief. Weet je, wij lieten, ik denk, alle spelers ongemakkelijk voelen. En daarom echt iedereen baalde ervan dat we onszelf niet echt hebben beloond. Want we verdienden dat. Om eerlijk te zijn, niet omdat wij, Suriname... Nee, we verdienden dat echt heel erg. En dat voelde iedereen. Maar tegelijkertijd zag je ook hoop. Je zag bij iedereen gewoon toch wel kopje omhoog dat we dachten van, hé, het is toch wel mogelijk, weet je. We zitten er heel dicht tegenaan. En Mexico, het is gewoon echt top van de top. En wij hebben hun gewoon echt laten zien van, hé, wij tellen ook. En waaraan je dat kon zien is de reacties van de spelers, de trainer die op een gegeven moment langs de lijn stond en echt aan het vuren was. Dus toen, wij voelden ons goed. Maar weet je, alleen het, we hebben hun zeg maar niet, de kop ingedrukt van, hé, wij zijn hier de baas. Maar ik geloof erin en ik weet zeker dat wij
we komen eraan. We zijn onderweg. En het enige wat nog moet komen zijn de doelpunten. Want hoe je het went of keert, zonder doelpunten kan je geen wedstrijden winnen. Daar toch even over gesproken. Jullie hebben heel weinig voorbereidingstijd. Hoe makkelijk is het, of hoe moeilijk is het, om dode spelmomenten te oefenen? Jij bent een verdediger die best wel vaak naar voren gaat, die scoort. Hoeveel ruimte hebben jullie in die korte window dat jullie bij elkaar zijn om ook echt zowel verdedigend als aanvallend vrije trappen en hoekschoppen te oefenen? Ja, weet je, je zegt het zelf. Het is een hele korte periode en je probeert echt alles bij elkaar te brengen wat je nodig hebt in een wedstrijd. We hebben dat wel zo goed mogelijk proberen te doen. Maar voetbal blijft voetbal, weet je. Kleine momentjes, kleine schoonheidsfoutjes kunnen altijd ervoor zorgen dat je een tegendoelpunt krijgt. Dus we hebben ons best ervoor gedaan. We hebben het echt, we hebben met beelden gekeken, we hebben alles gedaan. Maar zoals ik zeg, ja, die schoonheidsfoutjes zitten er altijd in. En dat kan je niet, ja, soms kan je dat gewoon niet voorkomen. Maar ik ben het er wel mee eens dat de voorbereiding gewoon bij ons wel echt kort was. Waar andere landen 2 wedstrijden spelen, ja, speelden wij 1, weet je. En wij hebben die wedstrijden nodig. We zijn een jonge ploeg, dus wedstrijden hebben we nodig. We moeten ergens mee beginnen, weet je. En om stappen te maken, ja, moet je gewoon veel wedstrijden spelen. Heel veel wedstrijden spelen. Hoe voelde het aan op het veld? Ik zat ernaast, natuurlijk met spanning. Jij stond op het veld. Hoe voelde het aan? Ja, zoals ik al zei, weet je. Een klein stadion, maar toch. Je voelt de warmte van de supporters. Je kijkt naar je medespeler en die gelooft in hetzelfde waar jij in gelooft. Je hebt een plan en je ziet tijdens de wedstrijd dat ja, het werkt wel, weet je. Alleen wat ik zeg, die kleine, dat je even die doelpunt maakt waardoor je nog meer gaat leven, waardoor je nog meer gaat, ja, waardoor je vleugels nog meer gaat spreiden, weet je. Dat ontbrak. Maar het gevoel op het veld was sowieso, je voelt je gewoon dat jij de baas bent op het veld, vooral de eerste helft. Om eerlijk te zijn, we waren heer en meester, weet je. En daarom zeg ik na de wedstrijd, ik kom er heen en ik zag allemaal jongens die toch wel gewoon hun kop omhoog hadden. En die toch wel ergens dachten van, Suriname telt toch wel. Weet je, ook voor de nieuwe jongens. Ik weet niet, sommigen kwamen sowieso met het idee van, laten we kijken wat het is. Maar toen ze hier kwamen, iedereen voelde zich thuis, iedereen voelde zich welkom. En aan het voetballen te zien, wisten ze van, het is niet gewoon even komen genieten of wat dan ook. Het was gewoon hoog niveau. Het was echt gewoon hoog niveau. En dit is eigenlijk een vechtersvraag, maar goed, je heet Abena, dus je kan dat wel aan. Dit stel ik meestal aan vechters, wanneer je de eerste clinch hebt of het eerste contact. Je voelt je kracht van je tegenstander, je voelt letterlijk iets. Zeker. Hoe voelt Mexico aan? Voelde ze sterk aan? Hoe voelde dat aan, als je mijn vraag een beetje begreep? Ja, sowieso. Wij gingen sowieso met de mindset van, Mexico komt sowieso heel krachtig. Wat sowieso heel goed is om met zo'n mindset het veld op te gaan. En toch momenten zag je van, weet je, Dankelui wint zijn duel. Leerdam wint ook zijn duel. En dan kom je, Dion wint ook zijn duel. Waardoor het gaat groeien. Waardoor je bij iedereen zag van, iedereen begon te winnen. Iedereen begon een goede pass te geven. Geraldo Becker met een mooie actie. Weet je, dus het was een flow. Waardoor je allemaal erin gelooft van, we kunnen ze gewoon pakken. En echt, ik blijf het nog steeds zeggen, we hebben onszelf tekort gedaan. Suriname heeft zichzelf tekort gedaan. Want we verdienden meer. We verdienden echt meer. Maar weet je, niks komt voor zijn tijd. Dat is één ding. We zijn met een proces bezig. Dat zei ik ook in een interview na de wedstrijd. We zijn met een project bezig. We zijn met iets bezig. En wellicht ben ik later ook een van de oudere jongens die gaat zeggen van, kijk, ze hebben het. Ik was een van de eerste jongens die daar stond en kijk waar ze nu staan. En dat is toch wel echt, dat is toch wel echt het ding waar ik naar streef, weet je. Of het nou mijn generatie is of een generatie hierna, ik weet, ik ben er deel van uit. Ik heb er deel van uitgemaakt. Dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Dus het is eigenlijk een perfecte intro daar naartoe. Ja, ik lees je gedachten. Van eerste. Junama van eerste uur. Yeah. Je hebt het vanaf het begin gezien.
Volgens jou, laat maar beginnen. Is er een groot verschil met het eerste uur en nu? Zo ja, wat? Heel veel. Heel veel, weet je. Eerste uur was soms voor de wedstrijd. Hé, ben je t-shirt de? Je t-shirt, je no app doe je. Ben je misrep, ben je doe je de? Zulke dingetjes waren er al, weet je. En, maar je ziet echt een stijgende lijn waar je gewoon u tegen mag zeggen. Het verdient gewoon een applaus, weet je. Hoe Suriname zich... aan het stijgen is op alle vlakken, weet je, ik mag zeker zeggen, ik ben trots dat ik daar deel van uitmaak. Zo voor de boys die hierna zullen komen, ik mag met trots tegen hen zeggen van hey, geloof mij, waar wij vandaan komen was het echt een andere tijd. Wees blij met wat je nu hebt, want wij hebben het voor jou moeten doorstaan, voor jullie. Dus ja, gelijk daarop, ja, er is heel veel verschil. Dus complimenten naar iedereen die daaraan werkt. Die het zo goed mogelijk probeert te regelen. Echt, petje af. Dion, ik zie een comment hier. Als we beiden nog één vraag stellen, in Estrana Togo. Chintori. Co-regeling. Oké. Mienti, ja. Alama wasabi. Suma miwashi en nacho. Suma miwashi en nacho. Luku mina alama di lop nacho miwashi en nacho. Ik sabi mino wanshi ma in nacho di no wani of di demo de wakti wan trakondre fukong of an. Nee. Te dema ax dema tak ee, iwan plegi nacho da dema tak ya. Na dema dat miwashi en nacho. Duidelijke taal. Mi wa sit wa slide erbij. Dus shall ik zij alsjeblieft nog een vraag stellen? Want de man beta gaat door. Eigenlijk mi wa sap atordis. Dit vind ik eigenlijk wel een hele leuke. Bij terugkeer naar je team. Hoe keken ze tegenover je na de wedstrijd van Mexico? Ja, één jongen had in de wedstrijd gekeken. En hij is Argentijn. Maar dat één nog. Play a bal. Mino bestak in Suriname. Niemand kent Suriname. Echt niemand. Altijd moet ik uitleggen. Want je kon er. Je hebt Brazilië, dan heb je Suriname. Altijd. Maar ze zeiden: nee, man. Jullie hebben een leuke ploeg. En weet je, en dan kijken ze naar die namen. Oh, jullie hebben Geraldo Becker. Oh, jullie hebben Diego Bisseswar. Oh, snap je dan? Zeg je ja. Zo. Oh, Patrick Kluivert is ook Suriname. Dan zo, weet je. Dan beginnen ze te snappen van, oh no, jullie hebben. En dan willen ze het verhaal erachter weten van, hey, maar hoe zei die manier plegi Suriname? Dan moet je helemaal uitleggen van, no, Isabi, we zijn dan in Nederland opgegroeid, waardoor we Nederlandse paspoort hebben, zulke dingen, weet je. Maar hij was heel positief. Hij zei, no, jullie hadden echt leuk voetbal. En hij zei het zelf ook, als jullie in de eerste helft gewoon jullie kans hadden afgemaakt, dan ben je binnen, man. Hi, Dion, je hebt die slide al. Ik wil richting de podcast gaan voordat we gaan praten over de draw. Yeah. Dus yes. Als je het niet erg vindt, willen we eventjes de promo afspelen. Servië. Mienti, tell me about it. Ik zie de podcast. Vertel me de gedachte hierachter. De gedachte hierachter was, weet je, ik ben altijd iemand geweest die met heel veel tegenslagen te maken had, weet je. Met trainers, met blessures. En ik had nooit iemand om er echt over te praten, weet je. En ik moest altijd mijn eigen mentor zijn. En gaandeweg zei ik altijd tegen mezelf, weet je, ik moet en zal de top bereiken om mijn verhaal te kunnen delen met de jongeren. En nu ik op zo'n level zit, is het mijn plicht eigenlijk om iets terug te doen voor de jeugd, voor de opkomende young ballers.
En daardoor ontstond het idee, weet je wat, waarom praat ik niet met andere voetballers? Hoe zij hun carrière hebben meegemaakt, wat zij hebben moeten doorstaan. Of we allemaal in hetzelfde trein zitten. Hoe hebben zij hun carrière? Hoe keken zij tegen tegenslagen op? Want hoe ik er tegenaan keek was, weet je wat, dit is de tegenslag voor vandaag, maar morgen kan veel beter zijn. En dat wil ik aan de jeugd meegeven. En zodoende, weet je, heb ik mijn eerste aflevering gehad. En nu de tweede, met Florian Josefsson, met Mitchell Donald en Colwijk. Waar gaat de tweede episode over? Hetzelfde als de eerste? Zelfde strekking als eerste? Ja, hetzelfde. Maar deze, het is een mooie flow, het is een mooie overgang. Al die jongens hebben natuurlijk wat te vertellen over hun jeugd, want het zijn wat oudere boys natuurlijk. Maar het is een mooie mix tussen al die jongens. Mitchell Donald, die met zijn kant komt. En dan heb je, Colwijk ook, die zijn dingen vertelt. Ah, het was een hele mooie podcast. Ik heb er zelf ook heel veel uitgehaald, heel veel van geleerd. En ik doe het eigenlijk ook daarvoor, ook voor mezelf, weet je. Ik praat met die boys, maar ik leer er zelf ook veel van. Het is ook tegelijkertijd een therapie voor mezelf, weet je. Dus het was een hele leuke en leerzame aflevering. Hoeveel nacho komt er voorbij? Want hoe je het nou draait of keert, zijn wel 4 hele prominente nacho-spelers. Er komt zeker een stukje over nacho. Want we hebben natuurlijk assistent-trainer die erbij zit. En dan heb je Mr. Donald die toch nog even een steekpaas probeert te geven om weer erbij te komen. Ja, het was superleuk hoe hij probeert te doen. Dus het is echt zeker het kijken waard. We hebben echt gelachen met z'n allen. Maar ook, we hebben ook gewoon serieuze gesprekken gehad. Het ging gewoon, het was gewoon aan het flowen. We hebben het over van alles gehad. En ik heb het drie keer teruggekeken. Omdat ik dacht van ja man, dit was echt wel het kijken waard. Ik kan niet wachten. Ik wil daar wel even op ingaan. Mienti, kijk. Ik ben heel blij hiermee, want we hebben het hier vaker erover. Een van de redenen waarom ik ook graag naar de Lucky D Show kijk, is de gasten, maar ook iemand als Dion die internationaal heeft gespeeld en voor Suriname is uitgekomen. Dus hij relativeert altijd het uitkomen voor Suriname, wel een andere sport, volleybal, met hoe het is, voetbal. Heel veel van ons sportfans kijken uit naar podcasts zoals die van jou, omdat je net die inside stories krijgt die je niet krijgt wanneer je het gewoon op de tv kijkt. En vooral met basketbal nu, ik weet niet of je bekend bent met JJ Redick en The Old Man and the Tree, dat is een van de prominente podcasts. Mm-hmm. En een van de dingen die hij uitlegt aan huidige NBA-spelers is een stukje consistentie. Maar hey, als je nu uitkomt hiermee, het moet elke week of elke maand moet er een nieuwe aflevering zijn. Eens. En nu komt het, jij bent nog een prof voetballer. Je voetbalcarrière komt eerst. Op welke manier word je ondersteund, of als er mensen zijn die kijken en dat willen aanbieden, in welke ondersteuning heb jij nodig dat je tijdens je actieve voetbalcarrière dit nog daarnaast zou kunnen blijven? Ja, alle hulp is natuurlijk mogelijk. Als mensen leuke en mooie ideeën hebben, ja, je hebt mijn Instagram, jullie kunnen altijd berichten sturen. Maar wat je zegt, de consistentie is heel erg belangrijk. En wat je zegt, ik ben natuurlijk zelf ook druk bezig met mijn carrière. Dus daarom probeer ik altijd zoveel mogelijk afleveringen op te nemen als ik met vakantie ben. Weet je? Dus ik probeer altijd zo nauw mogelijk in contact te zijn met andere spelers en hun agenda te checken. Dus ik ben er wel echt, ik probeer er wel echt het maximale eruit te halen, ook daarmee. Want het is wel echt mijn droom. Dit is echt wel wat ik naast het voetballen wil doen. Weet je? Ik ben natuurlijk een sportman, ik ben een sportliefhebber. Maar daarnaast ben ik ook Mienti Abinna. En Mienti Abinna staat ook hiervoor. Voor andere mensen proberen te bereiken, andere mensen proberen te helpen. Op wat voor vlak dan ook. En weet je, voor mij is dit het vlak waar ik andere mensen mee wil ondersteunen. Het is ook niet alleen voor voetballers. Het is gewoon voor iedereen die met een sport bezig is en die met tegenslagen rondloopt. Dus ja, als wie dan ook suggesties heeft of wat dan ook, het is altijd welkom. Mienti staat er altijd voor open. Top, top,
Top, mi brada. Dus aanstaande details erover, alsjeblieft nog, voor de mensen die... Het komt dus aanstaande maandag uit. Ja, kan je me 17, nog wat andere details geven? Ja, de 17 om 6 uur. Het is wel Nederlandse tijd, dus we moeten even terugrekenen. En dan is het online en graag zoveel mogelijk delen, share it. En kijk uit naar de jongens en verhalen, want het zijn leuke dingen die ze met ons delen. Wow, ja, wat jullie zeggen, de inside info, wat je eigenlijk nooit, weet je, te weten zou komen, durven ze toch wel daar met ons te delen. En hoe zij er tegenaan kijken, verschillende dingen. Dus hoe zij hun leven hebben ervaren als sportman. Want dat is natuurlijk een hele andere leefstijl, lifestyle, als gewoon een normale lifestyle. Want dat zag je, daar vertelde ook Mitchell Donald over, ja, zijn carrière na het voetballen. Welke richting, weet je? En dat is ook belangrijk om te weten. Wat ga je doen na je carrière? Moet je daar al mee bezig zijn tijdens je carrière? Of pas als je carrière gestopt is, dan pas. Zulke dingen delen ze met ons allemaal. Oké, en het is op YouTube, neem ik aan? Ja, YouTube. Ja, volgens mij had dingen de link al gedropt. Sean heeft ons hier geholpen om Young Ballers het YouTube-kanaal te bekijken. Young Ballers podcast op YouTube. Dus give it a support. Ga even subscriben. Dan ben je sowieso maandag helemaal ready om de volgende aflevering te zien. Ja. Wij zullen het natuurlijk ook sharen in onze show. We gaan aanstaande donderdag met toestemming van Mienti gaan we ook een klein gedeelte daaruit behandelen. Lijkt me leuk. Jij hebt het al. Dion, ga je op jouw YouTube-kanaal een reaction video, dan kijk je naar die hele video van deze podcast. Dan reageer je erop. Dat zijn wel inderdaad de dingen. Misschien is dat iets voor Mitchell, inderdaad. Want, en dat is het leuke. Kijk, heel vaak, we horen het niet en sporters horen dit niet. Maar ik wil dat wel echt even meegeven. Jij bent een van de spelers geweest voor wie Suriname het meest zat te duimen van kom vanuit je. Net zoals jij het vanuit jou kan vertellen. Wij wilden gewoon, iedereen shareerde die beelden van en die foto's van hij is dubbelkampioen geworden en zo. Kijk, deze jongen mogen jullie niet vergeten. Iedereen wilde jou erbij hebben. En hetzelfde heb ik bij Mitchell Donald. Mitchell heeft heel veel pech gehad met blessures. Ja. Maar hij had een moment bij Ajax dat iedereen, alle voetbalfans dachten van dit wordt de volgende doorbraak. Dit wordt het volgende talent van Ajax. Wat het naar de Champions League finale gaat halen. Wat op het hoogste niveau gaat spelen. En iedereen had dat. En toen kwamen die blessures en toen was het van Maar heel veel mensen, dus, en dat maakt het ook extra mooi dat hij zijn verhaal vanuit de andere kant deelt, denk ik. Voor mensen die wilden weten van maar wat is er eigenlijk echt gebeurd? Hoe zat het nou echt eigenlijk? En misschien is het iets voor hem om ook te kijken van hey, wat ga ik na het voetballen doen? Kan ik iets met YouTube? Want er zijn ontzettend veel mogelijkheden wat dat betreft. Heel veel. Ja, Rijn Koolwijk heeft het natuurlijk daar ook over. Hè? Want wij vroegen hem, weet je, voor mijn beleving was Rijn Koolwijk een van de ziekste middenvelders waar ik tegen heb gespeeld. Die rust die hij had en alles. Dus wij vroegen hem ook van, vind je niet dat jij ondergewaardeerd bent in het Nederlands voetbal? En daar geeft hij een hele mooie antwoord op. En ja, respect daarvoor. Respect. Dion, kunnen we nog snel even een paar vragen uit de comment sectie behandelen? Ja, doe maar een paar snelle vragen in de comment sectie. Eentje hier, snelle vraag. Verschillen tussen de bondscoaches. Is er een groot verschil? Wat is het verschil? Je hebt nu 3 bondscoaches meegemaakt. 3 bondscoaches, ja. Wat typeert ze? Iedereen heeft zijn eigen manier van doen. Ik vond Stanley Menso was echt was meer een vaderfiguur. Die stond voor de groep. En weet je, het was dit doen. Weet je. En we hadden daar wel respect voor. En iedereen luisterde. Dean Goree was meer een toch wel meer die showman, weet je, die van oké, wat gaan we doen, weet je, gewoon die gewoon meer als een broer, een grote broer. En dan heb je die man wat kort staat gebeld natuurlijk, populaire jongen. Ik bel dat niet, zeg dat, doe. Ja, train voor nu een keer, dan heb je Brian, if you bet, bella maar.
We zijn nog in de uitzending. Niet bellen. Oké, okay, Akbar. Nee, dan heb je natuurlijk Aaron Winter. Ja, super train, heel kalm. Weet je, staat aan de kant, die legt alles van tevoren uit. Hoe hij het wilt en hoe hij het niet wilt. Is een man van de beelden, dus je kijkt heel veel beelden terug. Ja, eigenlijk zoals ik het gewend ben hier in Europa. Dat zag ik wel bij hem terug. Dus ja, toch wel tot nu toe voor mij echt, hij zit er echt tussen beide trainers. Dus ik kan niet zeggen wie nou de beste is of wie nou, maar Aaron Winter zit er, trainer Aaron Winter zit er echt precies tussen. Hij heeft van beide iets. Dus dat is een mooie mix. Hey Dion, profs voor mijn analyse gisteren. Precies dat zei Jean-Luc gisteravond. Oh dus, ja? Oké. Er zijn een paar vragen die je deels al hebt beantwoord. Je hebt heel politiek correct gezegd met wie speel je het liefst. Heb je eigenlijk al aangegeven, iedereen die echt met zijn hart voor Suriname wil uitkomen. Yeah, yeah. De vraag die we daarop vervolgens wel moeten stellen is, zijn er spelers, praat je met andere potentiële nationale spelers van hoe de ervaring is en waar ze op moeten letten? Ik heb met Girano Kerk gesproken, met Delano Burgzorg, twee oude ploeggenoten van mij, waar ik met mega veel talent. En natuurlijk wil je zulke spelers ook in Nacho hebben. Maar ja, die wachten het nog even af, waar ik heel veel respect voor heb natuurlijk. Maar ja, dat neemt niet weg dat het proces nog steeds door moet gaan. En je nog steeds moet blijven kijken naar spelers die wel echt gewoon zeggen van ja, ik kom heel graag voor Suriname uit, nu meteen. Weet je, ja, maar die twee spelers heb ik wel gesproken en gevraagd van hey, hoe zie jij het zitten? Ook met Sean Kleiber trouwens, die nu wel voor Suriname uitkomt, heb ik aan het begin gesproken. En die was er wel altijd heel positief over. Maar die zat in een periode dat hij dacht van, jeetje, de volgende periode kom ik eraan. En hij heeft zich aan zijn woord gehouden. En ja, dat is toch wel, dat doet me wel deugd dat zo iemand dan ook voor Suriname uit wilt komen. Om dan even een bruggetje te maken naar wat Dion in de back-end klaar heeft staan. Deze vraag voor ons is overbodig. Je hebt het eigenlijk al aangegeven. Als je erbij kan zijn, bij eraan. Er is voor jou ook een situatie geweest waarbij je hebt gezegd van, oké, moet ik passeren of niet? Zeker voor de niet-voetballers of de fans die gewoon eigenlijk willen dat iedereen er altijd bij is. Mm-hmm. Zou je kort even kunnen uitleggen waar wij rekening mee moeten houden wanneer een speler die wel wil, er toch een keertje niet bij kan zijn? Ja, wat zijn dingen? Ja, ja kijk. Het is niet net als de Europese window. Kijk, Europees voetbal gaat natuurlijk, dat blijft doorgaan. Kijk, in de next window heb je bijvoorbeeld bij in de voorbereiding voor de Champions League. En dat zijn natuurlijk ook hele belangrijke periodes voor de speler zelf bij zijn club. Want een club koopt je natuurlijk voor zulke momenten. En als je die voorbereidingen mist, ja, dan loop je heel wat achter. Vergeleken met je huidige ploeg. Dus dat zijn wat dingetjes waardoor een speler ervoor kiest om dan te blijven bij zijn club. Dus het is niet hetzelfde als bijvoorbeeld het Nederlandse elftal. Want dan valt alles stil eromheen. Weet je, dan gaat het clubverband gaat dan niet echt meer door. Maar voor Suriname is dat toch wel anders. Als de Gold Cup bezig is, dan heb je zeg maar bij je eigen club. Zit je in de voorbereiding voor Champions League of voor de Europa League. Dus dat zijn de dingetjes waardoor een speler ervoor kan kiezen van ja, moet ik voor A of moet ik voor B kiezen. Dus dat zijn wel moeilijke keuzes voor een speler zelf. Want bij een club word je natuurlijk, krijg je heel veel druk. Een club zegt, hey, weet je, wat is dit nou? Weet je, wij hebben ook onze voorbereiding voor de Champions League. En natuurlijk je land wilt ook dat je daar bent. Dus dat is wel leuk. Ik wou dat ik een tweeling was. Ja, maar dus dat is het meer. Oké, even kort, want ik heb een half uur afgesproken. We zijn al een kwartier langer bezig. Ik kreeg straks een boete. Heb je gepraat over Mexico, hoe Mexico zich het aanvoelde. Straks over een klein, 39 minuten hebben we de draw. Mm-hmm. Ervan uitgaande, of stel je voor dat wij gewoon onze eerste wedstrijd winnen en dan van Martinique of hun tegenstander winnen en we ons kwalificeren voor de Gold Cup. Wie wil je hebben?
Even kijken, wie zou ik willen hebben van deze landen? Als ik zeg Canada, Canada boy. Wil je Mexico weer hebben? Zou ik zullen we dan voor de derde keer? Nee. Ik voel dat ik babjes, hè. Ja, dan kijk ik of veel babjes zo. Nee, ik zou zeggen, dan zeg ik Canada. Oké. Okay. Maar ja, dan zeg ik weer Canada. Waarom? Ja, toen we daar tegen Canada speelden. Weet je, Canada begon. Ze waren echt aan het inzagen, omdat ze dachten dat Suriname eigenlijk zou komen. Maar we kwamen niet. En toen zij het gevoel hadden van ach. En toen zag je ze opeens vleugels krijgen. Zag je ze opeens dingen doen. En weet je, zag je Davies opeens overal op het veld zijn ding doen. En dat, ja, dat stoorde me heel erg. Dat stoorde me heel erg. Dus ja, Canada eigenlijk. Canada. En pad 2. Wie weet je? Panama, Haiti, Jamaica of Guatemala. We gaan sowieso Jamaica krijgen, want het is ons lot. Maar wie wil je het liefst? Ja, van die landen maakt het mij niet zoveel uit eigenlijk. Nee. Kan ik begrijpen. En in pot 3 hebben we Honduras, El Salvador, Cuba of Nicaragua. Ook niet. Dan zou ik zeggen Cuba misschien. Maar niet echt met een bepaalde reden erachter. Maar omdat het, ja, zit toch wel wat, misschien wat dichterbij bij het voetbal wat wij kennen misschien. Ja, ik denk Cuba. Cuba is een hele leuke, want in principe ook in onze glorietijden hebben we nooit van Cuba gewonnen. Dus het zou een hele mooie meeting zijn waar we nu zijn als we van Cuba zouden winnen, zeg maar. Of als we tegen Cuba zouden spelen. Oké, Jean-Luc, je mag nog een laatste vraag stellen en dan gaan we MNT hartelijk danken voor zijn tijd. Oké, ik ga toch weer naar een vraag die ik voorbij heb zien komen in de comments. En die vraag is als volgt. Wat zijn je ambities voor de toekomst? Heel veel, heel veel. Natuurlijk als voetballer het hoogst haalbare, weet je. Ik heb nu 2 maal in de groepsfase van de Europa League gestaan. 2 maal in de Conference League. Dus het volgende is Champions League. Dat is een doel als voetballer. Als mens, weet je, als persoon. Me zo goed mogelijk blijven ontwikkelen. In mijn doen en laten. Een betere vader worden, een betere man worden. Dus dat ook. En als vriend, ja, ik wil eigenlijk in alles het hoogst haalbare proberen te halen. Dat is mijn doel, dat is mijn streven. En misschien heel wat later in de toekomst iets voor Suriname betekenen qua voetbal. Dan moet ik die vraag toch stellen, of vraag. Met je ploeg in de finale van de Champions League of met Suriname op het WK staan? Suriname op het WK. Ja, want dan als dat... Ja, dan kan ik zeggen van, hey, kijk wat we met Suriname... Dan kan ik zeggen, alles is mogelijk. Als we met Su op het WK staan en onze handen op onze chest hebben, dan kan ik zeggen, ja man, in het leven is alles mogelijk. Ja, dus toch wel met Surinaams elftal. Echt op een WK staan. Mooier kan we het niet afsluiten, mensen. Hey, Mienti, hartelijk dank voor je tijd. Nogmaals, mensen, check die man aanstaande maandag om 6 uur. We gaan het natuurlijk ook delen bij ons. Subscribe, want er komen meer van dit soort podcasts. Mienti, thank you for your time. Jean-Luc, jij ook. Dank je wel voor je time tijdens je vakantie. Toch nog even tijd vrijgemaakt voor dit interview. Dus guys, dank jullie wel. Proberen jullie deze video nog steeds door te sharen en te liken, zodat ondanks dat jullie het niet live gevolgd hebben, toch nog andere mensen het kunnen bekijken. En dit was de Lucky D Extra met MNT Abena. Bye bye. Jullie ook sowieso. Thanks.